Hallo, ik ben Bram en ik ben werkzaam als officier bij de luchtdoorartillerie op de luitenant-generaal Westkazerne in Vredepil. Ik maak deel uit van Minusma in Mali en ik werk op kamp Castor in Gao. Ik ben tijdelijk toegevoegd aan een Duitse eenheid dat uitgerust is met het Mantis luchtafweersysteem. Wij waarschuwen het personeel op kamp Castor en het UN Supercamp hiernaast in geval van een mortier of een raketaanval. Om dit te kunnen doen heb ik een omscholingsopleiding gevolgd in Todendorf in Duitsland samen met 5 Nederlandse en 5 Duitse collega's. Een bijzonder moment tijdens de missie was mijn bevordering tot eerste luitenant. Dit was bijzonder voor mij omdat het mijn eerste uitzending is op een voormalig Nederlands kamp en de bevordering is uitgevoerd door een Duitse kolonel. Minusma loopt min of meer parallel aan de Franse operatie Barkhane. Die operatie is erop gericht om de rebellen en de islamitische militanten te verdrijven uit de Sahelregio. Barkhane richt zich voornamelijk op het bestrijden van het kwaad en Minusma focust zich op het stabiliseren van het land en het zorgen voor een goede politieke basis. Daarom strijdt Defensie voor een wereld waarin mensen in veiligheid en vrijheid kunnen leven.